als voorzitter van het bestuur van Stichting Comité 30 juni in Jullie Zwolle, gevormd door Iwana Mie Schmid, Marvin Martens, Juliana van Tijs en Suzanne Vink, wil ze in Zwolle bewustzijn, verbinding, echte ontmoeting en eigenaarschap van ons over en over ons slavernijverleden stimuleren. Shirley, mag ik je uitnodigen? Goedenavond, lieve mensen. Namens het comité 30 juli, 1 juli, heet ik u allen van harte welkom. En aan de vooravond van 1 juli, de dag van vrijlating van het slaafgemaakte mensen, herdenken wij hier samen dat nog niet zo heel lang geleden het verschrikkelijke, inhumane systeem dat slavernij is, binnen het Koninkrijk der Nederlanden, werd afgeschaft in 1863. Hun echte vrijheid kregen ze pas 10 jaren later in 1873, nadat de plantage-eigenaren hun verlies hebben kunnen afschrijven. Verlies waar ze ook nog voor gecompenseerd werden. 300 gulden per slaafgemaakte mens in Suriname, 200 gulden per slaafgemaakte mens in Caribisch Nederland. Maar deze geschiedenis is veel dichterbij dan we hier in Zwolle en Overijssel denken, zowel in tijd als locatie. Mijn overgrootmoeder van vaders zijde heet Mimi Elisabeth. Zij is geboren in 1860 en ze stond geregistreerd op de balans van de plantage Krappenhoek als privé slavin van firma Charbon en Zoon. En nu sta ik hier als direct verbonden lijn met dat verleden. En wat heeft zij allemaal meegemaakt, gaat er door me heen. We lezen en horen steeds meer over hoe de slavernijgeschiedenis zich op Nederlandse bodem heeft afgespeeld. Echte plantage-eigenaren en aandeelhouders woonden niet alleen in de Randstad. Heel Nederland profiteerde van de slavernij. En zo ook de provincie Overijssel en de regio Zwolle. Het onderzoek naar de sporen van slavernijverleden in Overijssel is gestart. Een simpele opdracht in de archieven leverde het IJssel Academie eerder al 800 resultaten op van lijntjes met deze periode van onze geschiedenis. De strijd om erkenning van het Nederlandse verleden is ook niet pas recent begonnen. De eerste herdenking in Nederland vond op 1 juli 1963 plaats. 15 dappere mannen en vrouwen met Surinaamse en Nederland-Caribische roots die tegen de tijdgeest in de voorhoede vormden van een groep mensen die aandacht vroegen voor de Nederlandse slavernijgeschiedenis. Het waren pioniers die een relatie legden tussen discriminatie en achterstelling die ze in het moederland, Nederland, ervoeren en de erfenis van 400 jaar slavernijgeschiedenis. Het is toch niet meer dan logisch dat 400 jaar slavernij zich manifesteert, bewust en onbewust, in het gedrag en de structuren van alle lagen in die samenleving. Zowel sociaal, cultureel als economisch heeft dat zijn weerslag. Bij de nazaten van de slaafgemaakte mensen en de nazaten van de overheersers. Hier ligt een taak voor iedereen die zegt racisme te willen bestrijden. Kennis en bewustzijn hebben van ons cultureel archief, zoals professor Wekker dit beschrijft, is nodig. Kennis in de samenleving over dat gedeelde verleden en geïnternaliseerde en institutionele systemen is een eerste stap tot inzet voor verandering. En dan begint het pas. Het ongemak waarvan Typhoon ons vraagt om moedig in te zijn. Het soort ongemak dat eenmaal uitgesproken je daarna dichter bij elkaar brengt. Na zoveel jaren stilzwijgend spreken wij hier de wens uit dat Zwolle als economische groeiregio een rol wil spelen in de ingezette maatschappelijke omslag. Naast goed bedoelde intenties en woorden, ook daadkracht in het aanpakken van de hedendaagse sporen van slavernijverleden, zoals racisme en discriminatie in alle vormen waarin dit zich uit. Comité 30 juni en 1 juli spreekt de wens uit dat zij met hoofd en hart eigenaarschap nemen om dit dossier
voor de broodnodige duurzame verandering in onze maatschappij. Dat wij het leven, het harde werk en het verzet van onze voorouders, de mensen en de generaties die onderdrukt zijn in slavernij, in Zwolle in de nabije toekomst gedenken bij een monument. Een plek om samen te komen op wat wij niet willen vergeten. Als herinnering aan het willen samenwerken aan verandering. Jaarlijks op 30 juni zullen wij deze herdenking houden in Zwolle, gevolgd door een bezinnende viering op 1 juli. En namens 30 juni, 1 juli Zwolle, Uwanami Schmid, Marvin Martis, Juliana van Thijs en Suzanne Vink, wens ik ons een verbindende herdenking toe. A change is gonna come, because this is a birth of a new age. Dank voor uw aandacht. Grand Tangi, Masha Dankie.